Ask me anything. Ask me anything. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Rinkel de Kinkel. En vandaag, komende uur, te gast Louisa Jansen. Goedemorgen, Louisa. Goedemorgen. Ja, jij bent geboren als jongen. Inmiddels ben je een meisje. Kortom, Louise is transgender. En je mag haar het komende uur alles vragen. Vragen staat vrij en dat kan je doen via de sms. 8090 is ons sms-nummer. En het kan ook in een gratis berichtje. Via de gratis Radio Veronica app. Oh, ik hou van gratis. Hou je van gratis? Ja. Ja. De vragen worden gratis beantwoord als je ze even hebt. Maar wij houden in principe ook van centjes. Dus je mag ook sms 8090. Louisa. Jij heet bij je geboorte natuurlijk niet Louisa. Nee. Aangezien je als jongetje, als man geboren bent. Ik vroeg me af, wat is dan eigenlijk je mannennaam geweest? Henk? Nee. Louieke. Hoe zeg je? Louieke. Louieke? Ja. Dat was je geboortenaam. Ja. En hoe ben je op Louisa gekomen? Nou, ik heb de naam gekregen van mijn moeder. Zo heet haar vader, Louieke. Ja. En ik denk, als ik er een hele andere naam van maak, ja, dan is dat een beetje een schande, wil ik het niet noemen. Maar bij ons zijn namen heel erg traditie. Dus ik heb de naam gewoon eigenlijk een beetje verbasterd, een zeg klein maar. Beetje veranderd om toch een beetje die naam te houden. Precies, en daarom is het Louisa geworden. Ja. Oké. Okay. Jeroen uit Amsterdam die wil graag weten, wanneer wist jij dat je niet in het juiste lichaam zat? Ik was 12 jaar toen ik het eigenlijk wist. Toen ik, ik was 12 toen ik het bekend maakte aan mijn ouders van ik wil liever een meisje zijn. En ze hadden er wel echt in het begin echt moeite mee. En waar voelde je het aan dat je meer een vrouw voelde dan een man? Nou, mijn nichtje Johanna, zeg maar, die deed altijd oppassen op me als klein jongetje. En wij deden elkaar dan opmaken en hakjes aan. Dus ik was eigenlijk al met 6-7 jaar al in jurkjes aan het lopen door het huis als mijn ouders niet thuis waren. Dus ik wist het eigenlijk al heel vroeg. Maar met 12 heb ik het bekend. Oké, Celine, die je wil weten, ben jij helemaal vrouw? Ja, ik heb een geslachtsverandering gehad en een borstoperatie. En ja, dat is het. Dat is het, oké. Julien, die wil graag weten, wat vind je het allermooiste aan jezelf nu? Mijn ogen. Daar is niks aan gedaan. Daar is niks aan gedaan. Nee, maar ik vind mezelf, ja, mijn ogen zijn eigenlijk het mooiste, vind ik wel. En van het gedeelte waar wel iets aan veranderd is? Wat vind je het best gelukt? Om het maar even zo uit te drukken. Ja, mijn geslachtsdeel vind ik heel mooi gelukt. Je geslachtsdeel? Ja, is heel mooi. Ja? Is het mooi gelukt? Ja, prachtig. Oké. Okay. Is een echte kijkdoos. Jasper uit Tiel die wil weten, wat voor werk doe je? Ja, ik ben nu dan heel druk bezig met de opnames voor de serie van TLC. Dus op het moment zijn we niet echt druk bezig met ander werk, maar echt met de serie. Oké. Okay. En wat voor opleiding heb je gevolgd? Ik heb verzorging gedaan. Oké. Okay. Uiterlijke verzorging. Ja, nou ja, daar doe je van alles mee. Ja. Weliswaar niet betaald, maar wel elke dag voor de spiegel bij jezelf dan. Ja, ja. Ja, precies. Aletta die wil graag weten, waarom heb je gekozen om helemaal te veranderen in een vrouw en niet bijvoorbeeld voor travestie? Omdat ik vind, als je vrouw wil worden, dan vind ik dat je het wel eigenlijk helemaal moet doen. En niet bijvoorbeeld alleen borst en het geslachtsdeel niet. Want ja, doe het dan helemaal, zeg ik dan. Dus ja, daar heb ik heb er echt gewoon voor gekozen om gewoon helemaal vrouw te zijn. En niet half. Want ik wil gewoon in een bikini kunnen lopen. En niet met als er dadelijk wat langs hangt of zo. En dat ziet niet uit. Nee, precies. Ask me anything. Ask me anything. Dit uur te gast in de studio van Veronica, transgender Louisa Jansen. Ze was een man bij geboorte, maar is inmiddels een vrouw. Je zou haar kunnen kennen van haar eigen tv-serie op TLC. Opnames zijn in volle gang voor een nieuw seizoen. Binnenkort op de buis. Je kan je vragen aan haar sms'en en natuurlijk ook appen. Dan is je berichtje namelijk gratis. Dat doe je via de Radio Veronica app. En net een vraag van Sabine uit Amersfoort. Die wilde graag weten, hoeveel geld heb je eigenlijk uitgegeven aan chirurgie? 3.500 euro ongeveer. 3.500 euro? Ja. Oké. Okay. Ik vind dat best meevallen. Dat vind ik eerlijk gezegd ook wel meevallen. Wat er allemaal is gebeurd, zeg maar, bij je.
Ja, ik heb eigenlijk alleen mijn borsten zelf moeten betalen. Okay. En het scheelt dat ik een hele lieve vader heb die wel altijd klaar voor me staat. Oh. En ja, mijn lipjes heb ik wat op laten spuiten. En dat doe ik één keer in de 6-7 maanden. Dan laat ik dat bijspuiten. Okay. Oh, die beelden heb ik gezien, ja. Volgens mij heb jij die ook zitten kijken. Nog ja. Hij moest alsmaar meer en meer en meer bij, hè? Ja, ik hou van vol en groot en dik. Ja. Waarop de arts op een gegeven moment zegt, nou, zo is het wel genoeg, hè. Waarom jij dan weer zegt, ja, maar ik betaal ervoor. Ja. Ook wel een mooi fragment, ja. Oké, we gaan naar Carlo uit Elburg. Carlo, goedemorgen. Goedemorgen. Stel je vraag maar. Ja, Louisa, hoe reageerde jouw familie en vrienden eigenlijk op nadat je transgender bent geworden? Ja, die reageerden in het begin eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dat ik op vroege leeftijd eigenlijk thuis weg ben gegaan een tijd. En heb heel lang geen contact gehad met mijn ouders. En met 18 heb ik gewoon zoiets gehad van, ik ga gewoon beginnen met het vrouw worden. En heb me ingeschreven in het VU en ben begonnen met het hele proces. En op een gegeven moment ben ik gewoon thuis weer gekomen met een jurkje. En mijn vader die stond voor me en zei van, oké, stop, wat is dit? Ja. En ja, nu gaat het eigenlijk weer goed. Sinds een jaar of 5 ongeveer is het weer het contact eigenlijk wel goed. Ja, want je zegt net dat je vader ook een bijdrage heeft aan de borstjes. Aan de borstjes, ja. Dus waar is dan die omslag gekomen? Ik weet het niet. Ik denk dat hij zich er gewoon even bij neer heeft gelegd. Oké. Okay. Hij had er gewoon moeite mee, want ja, ik ben zijn oudste zoon thuis eigenlijk. Ja. Ik heb nog 2 jongere broertjes en wij komen van het woonwagenkamp en daar was dat in die tijd nog best wel taboe. Dus hij had gewoon een beetje een schaamtegevoel voor de familie en zo. En vandaar dat hij zei van, ik kan het niet accepteren. Nee. Het lijkt ook heel lastig inderdaad. Ja, maar inmiddels is het weer goed tussen jullie. Ja. Oké, heel goed. Ja. Felix uit Apeldoorn die wil graag weten, vergis je je nog wel eens bij de wc dat je per ongeluk de verkeerde inloopt? Nee, want ik loop elke wc in. Want als de vrouwen wc vol zit, ga ik gewoon naar de mannen wc. Dat is lekker makkelijk. Ja. Oké, daar heb je gewoon echt doe je gewoon. Ik heb wel een tijd gehad dat als ik op de wc zat in het begin van mijn operatie, dat ik nog wel eens het geslachtsdeeltje naar achter wou duwen. Maar toen dacht ik, oh, hij zit er helemaal niet meer. Oh, ja. Maar in principe loop je in eerste instantie naar de vrouwen wc. Ja, meestal wel. Ja. Er was een vraag van Eva uit Venhuizen. Heb je eigenlijk ooit spijt gehad van je operatie? Nou, toen ik in het ziekenhuis lag en ik mocht een kijkje nemen, dacht ik, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Ja? Ik dacht echt, daar ligt Frankenstein. Oh, helemaal onder de hechtingen en draadjes. En ik denk, oh, komt dat nog wel goed? Ja. Maar ik ben zo blij en zo trots op mezelf dat ik het heb gedaan. Dus ik heb eigenlijk nooit spijt gehad van de operatie. In het begin ben ik alleen even geschrokken. Ja, heb je eigenlijk lang getwijfeld voordat je aan de eerste operatie begon? Nee, ik ging echt met een lach de operatiekamer in. Ja, oké. Okay. We hebben een beller en dat is Peter uit Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Stel je vraag maar. Ja, ik had een vraag. Val je op mannen of op vrouwen? En als je op vrouwen valt, ben je dan hetero of lesbisch? Oeh, dat is een moeilijke. Nou, ik ben eigenlijk altijd wel biseksueel geweest. En als ik op een vrouw zou vallen, dan moet het wel echt een vrouw zijn die mannelijk oogt, zeg maar. Dus die er gewoon heel mannelijk en stoer uitziet. Ik zou niet op een vrouw kunnen vallen die mascara of lipgloss draagt. Daar val ik dus gewoon niet op. Maar in principe val je wel op vrouwen? Ja. Ja, precies. Oké, ja, deze vraag die sluit er wel een klein beetje op aan van Patricia. Ja, die wil graag weten hoe hebben. Want jij bent samen met Rosanna. En jullie zijn getrouwd vorig jaar, als ik het goed heb, 2014, hè? En hoe hebben jullie elkaar gevonden? Is dat voor of na de operatie geweest? Dat is voor de operatie geweest. We hebben elkaar leren kennen toen we 15 jaar waren. Op school. En we zijn nu al 15 jaar samen. Dus hij heeft me als jongetje genomen. En nu als dametje. Eetje. Dus jullie hebben een relatie gekregen toen jij nog een man was? We hebben eigenlijk eerst een hetero relatie gehad. Zij was vrouw, ik was man. En nu zijn we gewoon pot. Jullie zijn allebei veranderd. Dus zij ook qua seksuele voorkeur? Zij is wel steeds mannelijker geworden, ja, ook. Ja, ja. Oké. Okay. Marike die zegt, ja, transgender zijn, dat is tegenwoordig eigenlijk gewoon hip. Daar heeft Bruce of / Caitlyn Jenner toch wel een klein beetje voor gezorgd. We hebben natuurlijk onze eigen Kelly van de Veer. Ben je daar eigenlijk blij mee met al deze mensen die publiekelijk bekendmaken? Ja, ik zit eigenlijk in het verkeerde lichaam.
Ja, ik vind het wel heel fijn dat er nu meer over gesproken wordt. En dat mensen er meer over te weten komen. Want ik vind, in het verleden was het gewoon meer taboe. En nu, je hoort vaak op televisie of op radio wel over transseksualiteit. En ik vind het wel fijn dat er over gesproken wordt, ja. Ik zat trouwens net nog even te denken. Is er ook een soort van, een beetje gek misschien, competitie binnen de transgenderwereld? Van jij bent beter gelukt dan ik. Of ik juist beter dan jij. Ja, dat is wel een beetje in die wereld. Dat merk ik dan wel. Van ik ben mooier of ik heb dikkere tieten. Of ik zie er prachtiger uit of zo. Ja, dat is wel in die wereld. Maar dat is ook bij de travestieten. Dat is ook bij de homo's. Dat er toch wel een beetje jaloezie in die wereld zit. Maar dat hoort erbij. Ja. En bij Bruce Jenner, die dan inmiddels Caitlyn is geworden. Is hij goed gelukt, om het maar even zo te zeggen? Ja, ik vind van wel. Ja? Ik vind iedereen is mooi op zijn eigen manier. En ik vind het prachtig. Ik hou ervan. Lucas is Emma Lord, die zegt: man zijn is toch veel makkelijker? Niet elke dag een uur voor de spiegel. Ja, daar heeft hij wel gelijk. Ja. Ik moest al om 6 uur opstaan. Om in de make-up. Precies. Het heeft ook zijn nadelen, ja. Er was net een vraag van Cynthia uit Doetinchem. Die vroeg zich af: hoe verloopt zo'n operatie eigenlijk? Wat doen ze precies? De meeste mensen denken dat er iets wordt weggesneden, maar dat is eigenlijk niet zo. Het enige wat ze eigenlijk met het geslachtsdeel doen is een beetje snijden en knippen en plakken. En dan werken ze het naar binnen. Ja. Dus ze maken gewoon van je eigen geslachtsdeel een nieuw geslachtsdeel. Het enige wat ze weggooien, dat zijn de knikkers. De knikkers. Maar hoe lang duurt dat traject? Hoe lang ben jij er in totaal met hormonen slikken en alles erop en eraan? Hoe lang ben je ermee bezig geweest? In totaal 5 jaar. Dus je gaat eerst praten, dan slikken aan de hormonen en zo. En als vrouw door het leven gaan. En dan kom je op wachtlijsten voor operaties. Ja, dus eigenlijk in feite 5 jaar ben ik bezig geweest. Oké. Dit is even een wat serieuzere vraag. Noortje die laat weten: uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 transgenders minstens 1 keer een zelfmoordpoging hebben gedaan. Hoe zit jij in je vel? Ik zit nu heel goed in mijn vel, eigenlijk. Ik heb in het verleden misschien wel moeite gehad met bepaalde dingen. Maar ik heb er nu eigenlijk helemaal geen gedachtes bij van ik ga een spoor uitzoeken of zo. Nee. Gelukkig maar. We hebben Wally aan de telefoon. Wally, goedemorgen. Stel je vraag maar. Ja, goedemorgen met Wally. Ik wou weten, als je eigenlijk zo lekker kan spuiten en klaarkomen als je transgender bent. Ik kan gewoon klaarkomen, ja. Anders had ik het niet gedaan. Dat is te gek. Ja, alles kan. Wally is blij voor je. Nee, okay, dat is niet gek, dat is fijn. Dat is lekker. Heerlijk voor Louisa, toch? Ja, nee, zeker. Dit is een vraag voor Louisa van Tanja. Staat op je ID-kaart eigenlijk dat je een man of een vrouw bent? Nou, er staat nu eindelijk de V van vrouw en niet de V van vent. En dat heeft lang geduurd, begrijp ik? Ja, best wel. Ik heb nu begrepen dat je nu gewoon naar de gemeente kunt gaan om het nu al om te laten zetten. Terwijl je niet eens, zeg maar, geslachtsverandering hebt gehad. Ja. Maar toen ik het heb moeten doen, heb ik eerst een geslachtsverandering moeten ondergaan om het op mijn paspoort te kunnen laten zetten. Ja, en je bent nu echt officieel vrouw. Ja. Ja, precies. Laurens die zou graag willen weten, wat zou je nog tegen mensen willen zeggen die voelen dat ze in een verkeerd lichaam zitten, maar er niet voor uit durven te komen? Ik zou zeggen, blijf vooral praten daarover met iemand. Gewoon probeer iemand te zoeken waarmee je heel goed kunt praten en je hart kunt luchten. Want als je dingetjes gaat opkroppen, zoals ik net al de vraag kreeg van zelfmoordneiging of zo, die gaan dan misschien spelen in je hoofd. En dat willen we natuurlijk niet. En anders, als je met iets heel ergs in je hoofd zit en je wilt vrouw worden of je bent home of zo, kom gewoon naar mij toe, schat. Ik help je wel. Ja, maar praat er vooral over. Ja, en vind niet ik wel. Voor jezelf. Het is heel belangrijk, precies. Praten. Oké, heel goed. Ja, Louisa, dankjewel dat je hier was. En dankjewel ook dat je open en eerlijk op alle vragen hebt geantwoord. Ja, ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ik vond het leuk dat je er was. En je bent binnenkort weer te zien op TLC. Dat is vanaf 28 juli, dagelijks om 8:30 op TLC dus. Ja, dat klopt. En 25 juli bij de Kissing Chain in Amsterdam, de Paradiso. Ja. Daar kunnen mensen zich gewoon gratis opgeven. En dan gaan we een record verbreken voor de Guinness Book of Records. We gaan een record verbreken? Ja. Met zoenen? Ja, met de langste rij te maken en dan kussen. En hoeveel moeten dat er dan zijn om een record te krijgen? Volgens mij 352. 352. En moet je met al die 352 dan gaan zoenen? Of? Nee, je houdt elkaars hand vast en je geeft elkaar een kusje op de wang. Oké. Dat is dus binnenkort. Dankjewel dat je hier was. En je wilde nog een plaat horen van Cher, begreep ik. Ja, ik ben altijd al een fan geweest van Cher.
Sterker nog, je hebt ooit auditie gedaan met een liedje van haar. Ja, bij Idols. Bij Idols. Dus stond ik daar als nog jongetje met I don't need your sympathy. Ja, dat gaat inmiddels makkelijker, denk ik, nu je niet meer de baard in de keel hebt. Nee, die liggen in de prullenbak. Ja, precies. We gaan Cher draaien, dankjewel. Hi. Dit is Veronica.